Dat is echt heel heftig. Dan word je gewoon afgemaakt. Wat zeg je? Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Vorig seizoen hebben de gierige gasten een lijst afgewerkt van dingen die ze absoluut niet willen doen voor ze sterven. Wat is er met hem aan de hand? Opschieten! Ah, hozer! En dit jaar is er weer zo'n lijst. Vorige week kreeg Joost het voor zijn kiezen en was hierdoor voor één dag de meest gehate pranker. Kerel, dit zijn een grappige kerel! It's a prank. You've been pranked. Ook in de laatste aflevering van dit seizoen is er één iemand de lul die uitgenodigd zal worden door een trouwe kijker. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Heren, de laatste. Hoe gaat het met jullie? Ja, ik was super grappig vorige aflevering. Ik heb ontzettend veel leuke mensen geprankt. Ik heb gelachen. Ik ook. Ik denk dat we allemaal wel een beetje zijn vernederd, gemarteld. De tussenstand, weet jij hem? Ik weet hem donders goed. 3-2-2. Joost of Martijn? Dat zou het eerlijk zijn. Ja. Deze keer. Hoezo? Nou ja, dan is het een beetje gelijk. Ik ga de tape erin doen. Ik wens jullie alvast heel veel sterkte. Dankjewel. Dat heb ik eerder gehoord. Cabaretiers zijn doorgaans scherp en ad rem en dus wil je liever niet met ze zollen. Zit daar nou iemand voor de tweede keer met een fototoestel te flitsen? Mensen zitten dan ook niet graag vooraan in de zaal. Jij, bijvoorbeeld jij. Je kan zomaar voer worden voor de rest van de show. Ze werken niet, Roemer. Is gewoon naar de kapper, omkleden en ergens anders weer solliciteren. Snap je? Maar wat als je de cabaretier midden in zijn verhaal onderbreekt? Man, what the fuck are you? En hem vertelt dat hij niet zo grappig is. Eén van jullie zal snel genoeg het antwoord op die vraag krijgen. Ben jij een smerig wijf? Want diegene zal een cabaretier op een uiterst onbeschofte manier moeten interrumperen. Een cabaretier onderbreken, ja, dat is echt heel heftig. Dan word je gewoon afgemaakt. Volgende grap. Wat zeg je? Volgende grap, ik vind je gewoon niet zo grappig, man. Dat lijkt me echt naar. Ik denk dat dit het best past bij Niels. Dit is wel leuk om Niels misschien een keertje gewoon heel stilletjes af te zien gaan. Ik gun absoluut Martijn dit. Ja, no doubt about it. Zo'n egoïstisch teringventje, die moet gewoon even aangepakt worden, toch? Ja. Oeh. Zo. Ja, dit is zeker less but not least. Dit is zeker wel een dingetje. Maar durven jullie dit? Nee, absoluut niet. Nee? Liever niet. Nee. Maar ik ga het wel doen. Oké, je wilt hem gewoon doen? Ja. Nee, zo doe je dat. Martijn, dan doe ik het. Nee, het staat op twee. Vrijwillig. Laten we gaan naar de laatste loting. Ik heb een hele speciale gast. Want deze reageert namelijk altijd onder jullie video's. Oh nee. Dat is schildersbedrijf Eden. Hij is hier echt. Echt? Ja, dames en heren. Hier is John Eden, a.k.a. schildersbedrijf Eden. John Edens. Kijk eens. Ja man, wat tof. John, leuk je te moeten. Top dat je hier bent. Wij zijn nog meer fan van jou dan jij van ons. Nee, denk ik. Jawel. Heb je al een beetje gevoel? Ik denk dat ik in dit geval voor Niels zou kiezen. Helemaal mee eens. Zullen we dan maar beginnen? Ik ben benieuwd. Kijk eens, deze is voor jou. Oh jongens, de laatste. Ja. Dat is hem. We hebben er één. Dankjewel. Jongens, de allerlaatste. Ja. Ik ga hem openmaken. Oh. Oh man. Oh. Vertel hem me. Dank. Niels? Ja! Yes. 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 Oh, ja. Oh, ik ben niet zo blij mee. Niels, jongen. Daar ga je. Oh man. Heerlijk programma. Om het bam! Ik kan ook nu niet meer terugpakken ook. Ja. Dit is weer helemaal, ja. Ik heb er eigenlijk nog geen woorden voor. De allerlaatste. Ontzettend lekker is dit, zeg. Kom even hier. Oké, gaan we knuffelen. Oh, dit is het lekker. Ik had al zo'n voorgevoel vandaag.
Ik ging naar die loods hier en ik denk, ik ga die vierde ook nog pakken. Die vierde ga ik ook nog pakken. Hey jongen. Goed zit? Ja, goed. Nu nog wel. Ja, dat wordt spannend voor jou. Heb je Joost in de plomp gegooid, of waar is hij? Ja, Joost die durft er niet. Die durft niet? Nee, die is gaan wintersporten. Oh, maar okay. Ja, ik besef nu wel dat hij me wel een beetje in de cup-positie heeft geplaatst. Ja. Want ik zit nu naast jou. Oh. Dus ik hoor nu bij jou. Dus jij wil zeggen, het is voor jou nog gênanter? Ja, het is voor mij nu ook kut. Oh, ja, ja, ja. Maar goed, jij gaat natuurlijk een cabaretier in de reden vallen. Dat ga je niet op je eigen manier doen, dat ga je op onze manier doen. Dus Wij hebben allemaal kaartjes geschreven. Die ga ik je pas geven op het moment dat je ze mag gaan roepen. Wacht even. Ja, neem het even tot je. Wij hebben dit helemaal niet zo afgesproken in de loods. Maakt ook helemaal geen het was uit. Één keer onderbreken. Ja? Eén kaartje. Nou, we hebben nooit gezegd één kaartje. Het was onderbreken. Ja, één keer onderbreken. Hoe kort is dit item als je één keer onderbreekt? Jij wordt denk ik de meest onbeschofte gozer die daar ooit is gekomen. En ja, dat ga je voelen denk ik, man. Ik denk dat ik best wel grove dingen moet zeggen. En dat ik gewoon een cabaretier moet afkraken. Dat die helemaal niet grappig is. Ja, dit wordt gewoon heel onbeschoft. En mensen gaan daar een mening over hebben. En ik weet dat Niels die mening best wel aantrekt. Ik denk dat dat voor hem het kus gaat worden. Dit is dus het plan. Niels en Martijn gaan naar het Comedy Café. Hier treden diverse stand-up comedians op. Niels moet wachten tot de laatste comedian, Adam Fields, om hier de opdrachten van Martijn en Joost uit te voeren. Het is gewoon niet leuk om op deze manier iets te gaan onderbreken. Want het is heel kut dat Joost er nu niet is. Dus ik zat zo meteen naast Niels. Ik ben ergens ook onderdeel van Niels. Ja, je weet gewoon echt niet hoe zo'n cabaretier gaat reageren. Ik weet ook nog niet wat ik ga zeggen. En dat maakt het heel erg spannend. Ja, zometeen gaat iedereen naar binnen. Dus ik denk misschien dat wij alvast een plekje vooraan kunnen gaan bemachtigen. Want het is natuurlijk wel leuk om ons lekker kwetsbaar op te stellen. En, dat is vooraan. Dat is vooraan, denk ik. Ja, gasten, heel eerlijk. Ik ben ook zenuwachtig. Ja. Ja, we kunnen ze nog ernstig rijden. Ik kijk heel eventjes. Zeg maar hoe ernstig ik bij jou ga horen zometeen. Oké. En volgens mij is er ook een Engelse, dus dan moet je het Engels gaan doen. Ja, fuck dat. Nee, serieus. Maar als Joost heeft geschreven, dat gaat niet in mijn voordeel werken, pik. Gozer, there's nothing on the hand. There's nothing on the hand. It's a joke, it's a joke. It's a joke. Oké. Nou, de broek is af, let's go. Eén dingetje. De camera kan natuurlijk niet mee. Dus ja. We hebben allemaal verborgen camera-dingetjes. Ja, dat is wel fucking slim dat we met zo'n camera voor de communicatie staan. Ja, daarom staan. Zeg ik ook niet. Dus ik zou zeggen, wegwijzen! Ja, hier zit een cameraatje. Ja, fucking leuk. Hallo. Vette show, ouwe. Echt een vette show. Oké, we gaan naar binnen. Ja? Gaat het ook? Oké. En ik heb zin om jou te zien afgaan. Er zijn al echt mensen. Martijn en ik die gaan door die voordeur. Martijn heeft de kaartjes. Kaartjes. Yes. En hebben we de mobieltjes op stil? Ja. Ja, lopen we binnen. En ja, het zijn twee plekken precies vooraan. Hier zo? De happy seats, jongens. De happy seats, kijk eens, dankjewel. Oh, top. Ja, dit is wel heel dichtbij. Dit is zo dichtbij. Oké, we hebben één klein probleempje nu. Als die show is begonnen, kan ik jou die kaartjes niet geven. Nee. Ik denk dat je ze uit jou moet leren. Eerst is, hij is al een tijdje bezig. Dan zeg jij op een gegeven moment, sorry, kan ik anders nog heel veel naar de wc of ben je al begonnen? Dan zeg van, Ik moet dit al grappig zijn? Kan ik even nog naar de wc, want laat me weten dat je bent begonnen. Het tweede kaartje is eigenlijk geen tekst, maar gewoon, je wordt in één keer een super rare guy. En op het moment dat het niet grappig is, niemand lacht, liefst zo stil mogelijk. Ga jij keihard sarcastisch lachen voor 30 seconden lang? Nee. Ja, niet voor 30 seconden lang. Dat kan niet, ouwe. Het is echt. Het is nu al gênant. Moet je nagaan. Even. Ja, ik heb één laatste. En die is echt. Als die andere twee zijn gefaald, die gaat veel te ver. Maar dat is puur om dan. Zie je hem ook gelijk? Nee, ja, gast. Ik vind deze twee al. Ja, maar kijk, als de cabaretier je niet heeft afgemaakt, dan is er nog een kans dat de zaal je gaat afmaken. Ja. Dus die is op die manier ingestoken. Dan ga je dus zeggen dat je namens de zaal spreekt.
Sorry, ik denk dat ik namens de zaal spreek. Maar we hebben hier allemaal een kaartje voor betaald en we komen hier om te lachen. Nee, Martijn, dat gaat veel te ver. Je gaat veel te ver. Dat gaat veel te ver. 100% veel te ver. Dat is dan het einde van deze leuke aflevering. Of, van het hele kutseizoen, ja. De allerlaatste. Twee vaasjes. Oh ja, top. Nou, jongen. Cheers. Oh, het is ook echt volle dag vanavond. Oh man. Wat een kutte van me. Ik heb echt nog even een biertje nodig, hoor. Ik moet een pitcher hier hebben. Ik moet hier echt een pitcher hebben. Leuk. Oh, wacht, ben ik nog vergeten te zeggen. Nee, dit was je laatste biertje. Nee! Ik heb Niels nog nooit zo meegemaakt. Ik ben het serieus, ik ken deze jongen heel lang. En hij is niet snel zenuwachtig voor dit soort dingen, maar hij ging echt heel slecht. Ik ben zenuwachtig voor jou. Als je niet je bek dicht. Ik word voor jou altijd nog zenuwachtig. Ja, je bent zo'n zenuwelijn. Ik word ook zenuwachtig van dit soort shit. Oh, dat ging. Kijk alsjeblieft de pitch voor me aan. Ladies and gentlemen, welcome to the Comedy Cafe. Please turn up your mobile phones and welcome on stage. Your one of all is here tonight. It's Take Out Me, Daddy! Bijna een pitch in vier, man. How's everybody doing? Vervolgens, begint die MC grappig. Ik denk, oh my god, als dit het niveau is, dan wordt het heel kut. Hoe gaat het? Wonderful, nice, we got a beautiful. Zit helemaal naar ja, dat heb ik dus ook. Op een gegeven moment krijgen we eerst drie andere cabaretiers. En ik moet zeggen dat ik 75% van hun shows niet eens bewust heb meegemaakt. It comes from over there, onto the stage, is all the love the comedians can give. Do you live here, Argentina? Ik zit alleen maar om mijn nagels te bijten. Ik had zweetaanvallen, mijn hart zat in mijn keel. Ik zat alleen maar na te denken van ik wil nu echt naar huis. Ik wil nu echt naar huis. Ik ben er klaar mee. And we fuck a little. Hoe moet ik reageren? Geloof niet over jezelf niet beginnen. Alsof jij zo moeilijk hebt. Back in Norway, I'm on show. That was my time, guys. Thank you. We're gonna aim for a 10-minute break and then we'll be back with two more comedians. Let's give one round of applause for the. Luister, alles is in het Engels. Alles is in het Engels. Ik moet straks. Ze hebben Nederlandse kaartjes gemaakt. Ik moet straks allemaal in het Engels doen. Ja, die zaal die is ook best wel enthousiast. En iedereen is gewoon hyped up. Volle zaal. Het is echt heel kut. Maar goed. I like it, ladies and gentlemen. Please give all the love that you have been given. You have been an absolutely wonderful crowd, and for that we have an absolutely wonderful headliner. Here's the one and only Adam Phillips. En ja hoor, ik kijk achterom. Ik zie een kale gast staan. Een soort Engelse hooligan. Zulke doppen, zelfverzekerd. Hello, hello world. Leg hem een seintje. Ik denk nee. I'm going to be, I don't know. Sorry. And you're here for the weekend, are you? The weekend. Geef me een seintje. Nou, wow, we started this shit. You take it to a whole other level, haven't you guys? My God. Did you already start, or can I go to the bathroom? Ooh, that was weird, wasn't it? You put your hand up. We're not at school. It's okay. How old are you? 29. Please, sir, can I go to the toilet? I have to go pee-pee. I can't hold it any longer. And it's lovely that you did that when you put your hand up. The big sweat patch. It's lovely. Lovely for you to share that with us. What's your name? Nils. So you were born in which year? 1990. I remember 1990 very well, actually. Yeah. That was the year I lost my virginity. Oh. You were going out, I was going in. Say hi to your mum for me. Yeah, you can go now. You can go, yes. This is so good. Stick his head down the toilet now, isn't he? What's he gonna do? Dat is een van de kutste dingen die ik ooit heb moeten doen. Your friend, no, not anymore. Oh, no, no. Never seen him in my life. Ik sta echt fucking te checken. Kijk
Ain't my fucking hunk. You're both Dutch, are you? Both Dutch? Sorry? Yeah, we're both Dutch. Oh, you're Dutch? Yeah, of course. You look at you. Yeah. Ik zat ook echt een soort van in paniekmodus. Het ging allemaal zo snel. Maar ik weet dat op een gegeven moment de hele zaal aan mij aan het lachen was. Ik weet niet eens meer de grap. Maar toen dacht ik al gelijk, kutzooi, dit is niet de bedoeling. Niels, terugkomen. Niels, je moet nu terugkomen. Oké. Kaart 1 is gedaan. Ik moet nu kaart 1 doen. Ik wil nu keihard gaan lachen als het niet grappig is. The beautiful thing is, though, you never have to ask a Dutch person for their opinion on something. Because they're going to tell you whether you want to know or not, aren't they? Well, actually, you're wrong because... Oh, shut up. It's a prank off his ear. Just to get a bit of peace, really. All that. Feeling better? Good. Way much better. Have another beer. What do you do, Niels? What do you do for work? Do you have a job? No, not really. Not anymore. Not anymore. Dan moet de tweede grap gemaakt worden. En dan moet Niels in één keer compleet out of context keihard gaan lachen. Nou, ik wist, ja, ik moet het wel vrij snel doen. Ik weet niet hoe lang die nog doorgaat met zijn show. Ik moet hem vrij rap inzetten. Dit is echt heel zinnig. I love the Dutch beers you get with. You get those. You got the foam. You're like, why do you want to have a drink? Not a shake. What's that? Ik wil. Alsof je een schaterlach krijgt. Take that off. Is he, are you the carer? Yeah, he's okay. He's okay. I'm not sure if it's okay to make fun of him, to be honest. Is that, it's okay. Is it all right? Green light. Is it all right? Is he your special friend? Is he? Okay. Okay, it's good. Okay, it's not all right. It's not all right. Okay, good for you, Niels. 30 seconden zijn lang, kan ik je vertellen. Zo. Toen ik met Joost bedacht dat dit grappig zou zijn, hadden we niet helemaal door hoe lang 30 seconden is. Dat is echt, echt, echt heel erg lang. Toen hadden we de eerste twee gedaan en Martijn zei continu tegen mij, de derde hoeft alleen te komen als je nog niet hard genoeg bent aangepakt. Het wordt f***ing. Ik vind het moeilijk om te oordelen. En dan staat dat jij een f***ing grappig man. Ja? Ja, ik weet niet, ik probeer een beetje in andere hoek te denken. Heb je de grap? Ik weet je aan het denken. Heb je het? She thinks we'd actually... He's translating the jokes for him. Okay, yeah, fair enough. Yeah. I do have a good joke. I very much doubt it. We want to hear it though, don't we? Okay, this... Go ahead, Niels, go ahead. Yeah. Go ahead. No, you're not fucking coming on stage. You sit there like a good little boy. Okay. We remember, we recognize each other, right? We know each other. We know each other, do yeah. we? Yeah, because a few weeks ago I died and I signed myself in at Petrus. Petrus was on the door waiting for me. And then he said to me, what's your name? I do want to die now. It's working. I really want to die. It's a good story. Yeah. So then he said, oh, Niels, you did a lot of awful things, you know, being greedy, interrupting comedians and stuff. So you can choose. You either go on the cloud with the most ugly girl ever, or you go to hell. Oh, God. Here we go. Yeah. So then I chose for the ugly girl on the cloud for 3 death years. So I was sitting there. Oh. And so I was sitting there. This is what you paid for, isn't it? Really, isn't it? Yeah. Come on, Niels, come on. All right. It's all right. And then I saw you on the cloud with Adriana Lima. So I was like, huh, but this is a pretty badass Who's boy. That? So I was like, I went to Petrus and I asked, why am I sitting with the most ugly girl ever and he's sitting with Adriana Lima? And then he said, what's his name? I said, Adam. And then he said, oh, but it was the punishment of Adriana Lima. This
show has gone completely weird. We were having so much fun, weren't we? Before Niels decided to get involved. Well, good for you. Thank you, Niels. I really don't know what to do with that. That's like, I know you're trying to help, but this is kind of like when my cat gives me, comes home with a dead mouse and goes, go on. Hij liet me echt leiden. Hij liet me echt leiden, die Adam. Guys, you've been a wonderful crowd. We got to wrap things up here. I mean, sometimes the night, you know, you've been super nice. Things can get a bit weird sometimes. You know, thanks for listening. My name is Adam Fields. Good night. Cheers. Oh, yo. Mag ik nu weg? Mag ik nu weg? Oh, die kant weg, op, die weg, kant weg. Op, die kant op. What the fuck was dat? Holy shit. Yeah. Oh, man. Dat hij dat heeft laten uitvertellen. Ja. Je hebt gewoon de helft van de tijd opgenomen. Je bent even doodgaan. Ik ben... jongen toch. Ik ben zo blij dat dit voorbij is, ouwe. Ik heb de hele avond daar zitten zweten en mijn nagels... Er is niks meer van mijn nagels over. Er was niks meer van over? Nee. Lijk bleek. Nee, ik leek wel Joost. Het zit erop. Ja, het zit erop, ouwe. Hoe voelt dat? Ja, fucking lekker. Ik ga nooit meer naar het Comedy Café, dat is ik ga nooit meer met jou ergens heen. Laat even weten wat je van het hele seizoen vond, hè? Want het seizoen is gewoon voorbij, de anti-bucketlist. En er komt ook nog iets heel leuks aan, namelijk een nieuwe serie Robin Hood. En misschien kennen jullie hem al, dat zijn echt trouwe kijkers, we hebben al een keer in seizoen 1 gedaan. En als je Robin Hood nog niet hebt gezien, kun je dat ook nog even ergens doen. Infokaartje. Nice. Hey, kun je even heel seizoen 1 gaan kijken. Lekker blijven kijken. Later. En het was weer een bewogen seizoen. Video Award 2019. Niels Oosten, dank jullie wel allemaal. Maak andere mensen vrolijk, jongen, landbouw. So the brook is up. Are you a bit cuter? I want to have a pillow fight. Vietnam. We zitten letterlijk nog... Martijn, nou je back, yo. Dit kost ook heel veel energie. Dat is zeker waar. Hoe voel je nou? Voel je nou al beter? Die wil een beetje van mijn champagne. Oh. Mooi, die gaan we nog één keer doen. En dan moet die draai net even ietsjes vlotter. Ik ben Martijn. En ik heb een SOA. Ja, stiek erin. Ik ben er echt klaar mee. Go. Alvin, pranked. You've been pranked. Prank. Je hebt gelijk! Je hebt gelijk, jongen! Zo stop! Bro, je hebt gelijk! Ik zie die grootste reactie, ik moet volhouden, ik kan het niet volhouden. I do have a good joke. I very much doubt it. Go ahead, Niels, go ahead. No, 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 you're not fucking coming on stage! You sit there like a good little boy!